Vandaag heb ik eens een keer een ander filmpje voor jullie dan normaal. Dit keer ga ik eens testen hoe Audi deze brokjes vindt. Dit is de Felix Sensation Crunchy. Die is al een tijdje op de reclame op tv en ja, hij leek me best wel interessant. En haar vleesvoer was op, dus ik dacht dan neem ik deze eens een keer mee. En hier zit in, even kijken of ik hem scherp gesteld krijg. In ieder geval zit er in 2 keer rund, 2 keer kip, 2 keer konijn en 1 keer lam. Plus 1 zo'n zakje met crunchies. Oh. Dus ik ga even een lekker zakje voor Audi uitzoeken, in haar bakje doen, die crunchies eroverheen doen. En dan gaan we eens kijken wat ze ervan vindt. Kozen voor de kip variant, want die valt altijd wel goed in de smaak bij haar. En dan is dit het zakje met crunchy toppings. Deze die strooi je dan een beetje over dat vleesvoer heen. En oh, gelukkig, hij is wel hersluitbaar. Ik zal altijd kijken hoe ik hem dicht kon doen. Maar hij is gewoon hersluitbaar, dus hij kan ook makkelijk weer in de doos bewaard worden. Dit is dan hoe zo'n kip in gelei eruit ziet. Dan ga ik nu een paar crunchies eroverheen doen. Oh, ze zijn wel vrij klein, moet ik zeggen. Oh, het is aardig wat opgegaan. En Audi die zit al helemaal voetje te vrijen met mij, dus die heeft er denk ik al zin in. Audi, wil je het hebben? Ze wil het in ieder geval heel graag hebben. Wat zeg je dan? Wat zeg je? In ieder geval goed te eten ervan, lekker te likken. Volgens mij was dat een crunchy. Is het lekker, meisje? Nou, zoals jullie kunnen zien, likt ze die crunchies er gewoon vanaf. Daar doet ze nog niet zoveel mee. Ze gaat echt puur voor de kip. Dus ja, de zakjes vlees zijn een succes. Maar ik denk dat ze de crunchies gaat laten liggen. Ze had nog niet zo heel veel honger. Ze heeft dus ook nog niet zo heel veel gegeten. Zoals jullie kunnen zien liggen de crunchies er gewoon naast. Die likt ze er gewoon vanaf. En ze gaat dus uiteindelijk alleen voor het vlees. Ja, ik denk zelf dat ze die hardere stukjes gewoon niet op gaat eten. Of dat ze dat pas op het einde doet, ergens morgen of zo. Maar ja, dan doe ik het meestal al weg. Dus ja, wat kan ik ervan zeggen? Voor mijn kat is het niet zozeer een extra toevoeging. Die gaat toch alleen voor het vlees. En ja, die crunchies zijn denk ik leuker voor ons dan dat het leuk is voor haar.